Afgelopen maandag tegen het begin van de avond hebben tieners gezamenlijk het eten gemaakt voor ouderen. Het draaide deze avond om een gezellige sociale aangelegenheid. Koken en eten samen met en voor jong en oud. Op uitnodiging van jongerenwerkster Maartje van Egmond zijn een aantal ouderen van Overkerk aangeschoven aan de tafel in het jongerencentrum Bukbuk te Heilo. Een clubje bejaarden en een groepje tieners gaan gezamenlijk koken en eten. Het is vandaag maandag. Even stil. Het is vandaag maandag. Ja. Volgens mij 19 juni. Nou zeker. Ja, hè? En het is rond een uurtje of 6 en we zitten hier met z'n allen aan tafel, gezellig te eten in de Buk. We hebben gekookt. We hebben met een paar gezellige tieners hebben hier gekookt voor een paar hele lieve oudjes. En we zijn er net achter gekomen dat er maar 150 meter tussen de Buk en deze lieve oude mensen zitten met hun begeleiders. En dat is bij ouderenbegeleiding wonend. Hoe heet het ook alweer? Over. Ja, maar Overkerk heet het? Overkerk. Ja, dat zit hier dus vlakbij in de buurt. En nu hebben we bedacht, laten we samen aan tafel gaan. Gewoon voor de gezelligheid. Leuk, omdat leuk, het kan. Ja, omdat het kan. Dus zo hebben we het vandaag aangevlogen. Dus de tieners, dank jullie wel voor het koken. En we hebben heerlijk gegeten. En dank voor het komen, voor gezellig hier eten met ons. Ja, veel. Heel wat applaus.